Met het afblazen van zijn comeback, reist de vraag hoe lang Gordon zijn luxueuze levensstijl nog kan handhaven. Volgens een informant van Yvonne Koldeweier lijkt het niet lang te duren. Hij is bijna blut. In de recente uitzending van Roddelpraat beweerde Gordon nog steenrijk te zijn. Yvonne Koldeweier, op haar juiste kanaal, werpt echter een ander licht op de zaak. Ja, dat is niet helemaal waar, zegt ze. Hij had miljoenen gekregen van John de Mol, maar die zijn echt bijna op. Met het ontbreken van een tv-contract en de annulering van zijn theatertour stroomt er momenteel weinig geld binnen voor koorden. Dit terwijl hij volgens Kolderweijer wekelijks de Gucci-winkel aandoet. Dat kun je niet volhouden zonder inkomsten, voegt het juist Koningin toe. Spionnen hebben me verteld dat als hij dit jaar geen nieuwe inkomstenbron vindt, hij gewoon blut is. Hij heeft al aangegeven vreselijke ruzie te hebben met John de Mol, beweert nooit meer het feestcircuit in te willen. Hij saboteert continu zijn eigen kansen. Terwijl Gordon zijn financiële situatie onder druk staat, heeft hij alweer zijn koffers gepakt voor een volgende reis naar Zuid-Afrika. Coldeweier onthult dat een informant heeft gemeld dat Gordon daarheen gaat om bij te komen van dit hele fiasco. De vraag blijft, zal hij daar eindelijk afkikken? Helaas, dat lijkt niet het geval te zijn. Zuid-Afrika lijkt eerder een toevluchtsoord voor Gordon om te herstellen van de tumultueuze gebeurtenissen in zijn leven.